Dat is mijn mascotte, de clown die altijd meegaat. Kom je eraan? Ja, van Stefan. Vertrek. Ik vertrek. Richting Australië. Dit is Nederlands bekendste zeezeiler, Henk de Velde uit IJsselmuiden. Hij is nu sinds een aantal maanden in Nederland na een bijzondere wereldreis. 4 jaar lang bezeilde Henk alle oceanen langs de meest ontoegankelijke eilanden, door stormen en windstiltes, de meest afgelegen plekken ter wereld. Heel bijzonder, deze plek. En dat deed hij solo, Henk de Velde, Nederlands grootste zeezeiler. Dit is mijn geboortegrond. Hier zat ik als kind, als jongen, zat ik al te dromen. Waar gaat dat water heen? Vroeg ik aan die brugwachter. Oh jongen, dat gaat naar zee, zei hij tegen me. Ik had een reis in mijn hoofd naar plaatsen waar een ander niet naartoe gaat. Eilanden, waar niemand komt, waar niemand woont. Kapenga Marangi. Onlangs stond hij in de bibliotheek van Kampen zijn verhaal te doen, zoals hij sinds zijn terugkomst iedere week wel doet ergens in het land. Op scholen, bij bedrijven, zeilclubs, in Middelburg, in Doetinchem of in Winschoten. Iedere keer weer is het doodstil als Henk verhaalt. Hij droomt er wel van, maar ik denk niet dat... Dan moet je wel heel goed in je vel zitten als je dat wilt presteren. Ja, hij doet het wel. Ja. In de komende 10 weken kunt u kijken naar het verhaal van een unieke reis. Tegen de heersende stromingen in, langs wegen die niemand neemt. Een wereldreis van het noorden naar het zuiden en weer terug naar het noorden. Het verhaal van een bijzondere man. Nou hebben ze dat ook. Dit plaatje is genomen aan de IJssel bij Kampen, 1968. Henk de Velde, 19 jaar oud, met zijn eerste boot. Het leven van deze jongeman stond altijd al in het teken van de zee. Op de lagere school wist hij het al. Kapitein en wereldreiziger. Dat wilde hij worden. Ik ben op mijn 15e gaan varen op de Koopvaardij. Werd lichtmatroos. Henk schopte tot kapitein op de grote vaart. Het zeilen op kleine boten intrigeert hem, sinds hij op zijn 17e op de oceaan een zeilschip zag. En vanaf dat moment wist ik het. Niet geen droom. Ik zeg, dat wil ik ook. Onder, op windkracht de wereld rond. De Oroa kwam en met Gini zeilde Henk de wereld rond. Onderweg op Paaseiland kreeg Gini een zoon, Stefan. Maar kort daarna stapte ze in Zuid-Afrika van boord om nooit weer op te stappen. Henk ging naar zee omdat er niets anders overbleef dan doelloos verder zwerven. Het werd een reis van 7 jaar en hij kwam alleen terug. De tweede wereldtrip maakt Henk met de Allison, omdat hij al jaren non-stop rond de wereld wilde zeilen. Het zou zijn eerste gesponsorde project worden. De eerste poging ook om het snelheidsrecord te pakken. Maar dat mislukt. En dus van die droom maakte ik gewoon een doel en een daad. En dat heeft me nooit verlaten. Dus komt de zeeman. Maar op die reis is er te weinig wind en het schip is niet snel genoeg. Tot voorbij Kaap Hoorn zit er nog een hele respectabele tijd in, totdat Henk 3 dagen voor aankomst een aanvaring krijgt met een drijvende container. Hij wordt door een Russisch vrachtschip van boord gehaald met een schedelbasisfractuur. 2 jaar later, in 1997, gaat de C-1000 te water. Volgens Henk zelf het beste schip dat hij ooit gevaren heeft. In 119 dagen is hij terug, opnieuw geen wereldrecord. Maar Henk heeft intussen iets anders geleerd. Buiten scheen de zon. Buiten waaide de wind. Elke keer was ik bezig om weer weg te gaan, weer weg te gaan, weer weg te gaan. En dan ga je een doel maken, een recordreis, geweldige katamaran. Maar eigenlijk is het zeezwerven is altijd in mijn bloed gebleven. Er ontstond een nieuwe droom. Nooit eerder had een zeiler de Siberische kust gerond. En dus kwam de Campina. Een totaal andere reis, een indrukwekkende reis. Hij zeilde de wereld rond om met zijn schip ingevroren te raken in het poolijs. In het donkere Siberië leerde hij de echte stilte kennen. Uiteindelijk volbracht Henk de tocht, maar in het jaar dat de Campina ingevroren was, verbrak een Fransman het record met een zeilboot.
Na ruim 4 jaar keerde Henk terug in Nederland, maar zijn verlangen naar de oneindige zee was niet gestild. Nu wil Henk reizen om nooit weer terug te komen. Hij koopt de trimaran Juniper en vertrekt in september 2007. Op de wal staat zijn zoon Stefan opnieuw zijn vader uit te zwaaien. Niemand weet of ze elkaar ooit terug zullen zien. Vaarwel en tot ziens. Toen zei Gini, dat is mijn ex, die zei, nu ga je pas afmaken wat je toen bent begonnen. Want toen zei je al, het heeft 7 jaar geduurd en het had wel 70 jaar mogen duren. Ik wilde toen al niet, 1985, wilde ik niet terug naar Nederland. Elke keer als het 's morgens vroeg loop ik over dek heen, kijk ik, zitten alle sluitingen nog vast, zitten alle draden, lijkt het goed, geen schavielen, geen touwen die kapot gaan, doe ik elke dag. En de dag vliegt voorbij. 24 uur. Anders doen. Het doel van deze reis is een tocht langs eilanden waar Boudewijn Buug niet is geweest. Langs onbewoonde en vaak ontoegankelijke plekken, de meest afgelegen eilanden ter wereld. Landen is onmogelijk op de Petrus- en Paulusrotsen, midden in de Atlantische Oceaan, 950 kilometer uit de kust van Brazilië. Er zijn oude verhalen bekend over de enkeling die de rotsen wel van dichtbij bekeek. De eilanden Martim Vas en Trindade, toppen van oude vulkanische bergen die vanuit de 5000 meter diepe oceaan honderden meters uit het water steken. Midden in de Atlantische Oceaan, 1200 kilometer uit de Braziliaanse kust. Bye. Kun je niet de anker leggen, maar je kunt er met de rubberboot in als het zou moeten. Ik weet het zeker. Daar kun je landen. Tristan da Cunha is het meest afgelegen bewoonde eiland ter wereld. Tijdens de recordpogingen kwam hij er vaak langs en het is sindsdien een grote wens om ooit op dit eiland rond te kunnen lopen. Datzelfde geldt voor Il Amsterdam, Cabo dos Bahias en andere eilanden op het wensenlijstje van Henk. Een ander bijzonder eiland is Il Saint-Paul. De top van een vulkaan die diep uit de oceaan omhoog steekt. Enorm afgelegen, onbewoond en vrijwel ontoegankelijk vanwege de 2 meter diepe drempel bij de ingang van de krater. Of Henk hier aan wel kan, is opnieuw sterk afhankelijk van het weer. De route die Henk heeft uitgestippeld is niet de meest logische. Oostwaarts langs Kaap Hoorn, tegen de heersende winden in, over de Beringzee. Henk de Velde wil dat doen wat anderen laten. Het wordt een zoektocht naar het paradijs. Maar waar dat is bij vertrek nog een groot vraagteken. Tasmanië, Micronesië, Kamtjatka of de Inuiten in Tuktoyaktuk. Zoveel wensen en zoveel doelen. De Juniper is een trimaran uit 1982. Eenvoud is het concept in dit ontwerp van de Amerikaan Chris White. De rompen zijn opgebouwd uit 3 lage planken hout, kruislengs verlijmd, afgewerkt met epoxy. De Juniper heeft een lange waterlijn voor snelheid en comfort op zee.
Ze is breed en heeft korte masten om maximale stabiliteit te geven. Je kunt via de netten, ik maak juist veel gebruik van die netten, want het is veilig, kun je dus over die hele boot lopen. In die drijvers doe je heel weinig, al mijn leefruimte zit in het midden. Voor energie maak ik gebruik van zonnepanelen. Er zit een dieselmotortje in met een 100 liter tank diesel, dus meer niet, want dit schip zeilt. Zeilt gewoon erg goed. Twee masten, drie zeilen, een fok, een grootzeil en een bazaan. De Kuip is klein, maar lang genoeg om te kunnen liggen. Alle lieren zijn dichtbij op het dek en de Kuip is goed beschermd. De automatische piloot werkt op zonne-energie, zodat de Juniper makkelijk solo te zeilen is. Met een afstandsbediening kan ik hem bedienen. En als ik, dus ik vaar straks en dan ligt dat ding daar. Het lijkt allemaal makkelijk, maar hij ziet geen schepen, hij ziet geen gevaren. Ik moet wel alles zelf instellen. Het is gewoon mijn bemanningslid. En die kan sturen. En daar hoef je niet tegen te schreeuwen. Die doet het gewoon. De kajuit, de feitelijke leefruimte, is smal voor een 16 meter boot, maar ruimer dan verwacht. Meteen bij de ingang is de communicatie- en navigatieruimte. Hier heeft Henk de GPS, radar, marifoon en zijn andere apparatuur. Onder de vloer de motor, een 18 pk sap diesel die maar weinig wordt gebruikt. Dit luik is toch wel een heel belangrijk luik. Dat is eigenlijk, de Engelse term is een escape hatch, dus een ontsnappingsluik. Maar ik noem het een insnappingsluik. Dat wil zeggen, als dit schip ooit over de kop gaat, dan komt hij niet meer recht overeind. Dan blijft hij op de kop liggen. En dan is het niet dat ik eruit kan, want dit schip zinkt niet, dat als ik in het water lig, dat ik er weer in kan. Dus dit luik, dat kan ik van de buitenkant ook openen. Dat is mijn veiligheidsluik. Verder naar voren een bergruimte voor kleding, voorraad en zeilen. De keuken is eenvoudig. Het kraanwater is te bedienen met voetpompjes. Het gasfornuis heeft drie pitten. Er is een groot aanrecht aan stuurboord en een kleiner aan bakboord. De toiletruimte met scheepstoilet is ook de natte zeil voor de zeilkleding. Onder de keukenvloer ligt de tank voor 200 liter water. Voor de keuken is de salon geplaatst met een grote, inklapbare tafel en twee lange banken die ook als kooi kunnen dienen. Helemaal voor in het schip is de slaapkamer van Henk, een grote tweepersoonskooi. Nou, hier zit ik dus voorin. Als je naar die ruimte helemaal voorin kijkt, die lichte blauwe ruimte, die donkere ruimte, dat is een washok. Daar kun je dus, en dat doe ik ook even, daar kun je dus in. Je neemt een emmertje mee en je kunt je wassen. En het water wat erin loopt, dat pomp je met de pomp weer uit. Op de plaatsen waar de drijvers aan de romp vastzitten is de boot zwaar verstevigd. Rond de verankering van de voorste drijvers is een boekenkast gebouwd. En dan dit is een meest bijzondere plek aan boord. Dat heb ik al gemerkt. Dit is mijn bibliotheek. Want hier, achter me en voor me, hier heb ik mijn boeken. En ik heb zelfs een lampje daarvoor gemaakt, dat ik hier kan zitten lezen. Leeg weegt de Juniper 6,5 ton. Ze is 16 meter lang, ruim 9 meter breed... en de kiel steekt 1,35 meter diep. De Juniper heeft roterende masten. De voorste is 16,5 meter en de bizaanmast is 14 meter. Door het vleugelprofiel zijn de masten 40 centimeter dik en 15 centimeter breed. In totaal kan de Juniper 110 vierkante meter zeil voeren. Een high-performance boot die zeer geschikt is voor lange zeereizen. Toen ik dit schip kocht, ben ik hier gezeten. En toen dacht ik, dit is hij. Gaf me een goed gevoel.
Henk de Velde, alleen op de Juniper met zijn camera. In dit videodagboek ziet u beelden van plaatsen waar nooit eerder een camera is geweest. De wereld in zijn meest pure vorm. We gaan terug naar woensdag 26 september 2007. Een grauwe dag in de haven van IJmuiden. Dat is mijn mascotte, de clown die altijd meegaat. Kom je eraan? Ja, van Stefan. De eerste clown die op alle andere reizen mee zijn gegaan, die heeft zijn poten gebroken. Die was van steen. Deze kan niet meer zijn poten niet breken. En inktzwarte nachten is dit bevreemdend lied, vol van duistere gedachten, waarin je af en toe een gloeilicht ziet. De maan komt plots tevoorschijn, tot hij rond aan de hemel staat en strooit zijn zilveren weerschijn, de reiziger in het gelaat. De camera die er nu aan is gegaan, gaat gewoon een klapje water over. Nee. Volgende week gaat Henk voor anker bij Kaap Finisterre. En dan begint de reis pas echt. De Petrus en Paulus rotsen bij Brazilië zijn de eerste in een reeks ontoegankelijke eilanden waar Henk aan land wil gaan.